gelijke stand tegen MVV was voor NEC afgelopen vrijdag een matige uitslag. Maar toch heeft de ploeg van Ron de Goot de play-offs behaald. Hierin ontvangen de Nijmegenaren vrijdagavond om 6:30 RKC Waalwijk in de Goffert. En dat belooft een pittige wedstrijd te worden voor de spelers. Het belang van een overwinning op de ploeg uit Waalwijk ligt hoog. Het kan NEC een stap dichter bij de belangrijke promotie brengen. Aan het woord is trainer van NEC, Ron de Goot. Ben je nog steeds in vorm als NEC, ondanks het gelijkspel tegen MVV? Ja, waarom niet? Kijk, dat is eventjes 2-3 minuten voor tijd gebeurde dat. Kijk, je kan die wedstrijd eerder in het slot gooien 2-0 te maken. Dat doen we niet. Ja, dan weet je, in de wet in de voetballerij, dan kan die wel eens in je rug vallen. Nou, dat gebeurde ook, maar dat heeft geen consequenties richting deze wedstrijd van morgen. RKC is tegenstander die je volgens mij 2,5 weken geleden nog trof. Heb je veel moeten voorbereiden of wist het nog een beetje wat het voor ploeg was? Ja, het is een goed ploegje moet ik zeggen. Ze zit goed in elkaar, vooral voorin. Veel scorend vermogen ook. Ze spelen soms twee systemen. Nou, we gaan uit van één systeem. Dus ja, we moeten zorgen dat we bij de les zijn vanaf de eerste minuut. En, het zijn Europese wedstrijden. Uitkomen stellen, dubbel. Belangrijk is dat je de nul houdt thuis. En, ja, het is van ronde tot ronde bekijken. Ik denk dat je na gisteren wakker zeggen dat je nooit moet zeggen dat je er al bent in een play-off wedstrijd. Nee, maar dan moet je nooit kijken. Ja, maar dan bedoel je Ajax. Het is nooit beslist. Geen ene wedstrijd is beslist. Dan sta je 4-0 voor. Je ziet het in Barcelona. Dan beginnen we thuis met een 3-0 winst. En dan gaan we er ook af bij Liverpool. Dus wat dat betreft is de voetbal onvoorspelbaar. Maar je hebt te veel meer met veel play-offs. De laatste keer dat jij aan de play-offs meedeed als trainer, was je nog, zat je in de Eredivisie en degradeerde uiteindelijk. Is dat anders dan als je omhoog klimt, zeg maar? Nee, vind ik niet. Kijk, de Eredivisie-ploegen moeten zorgen voor lijstbehoud. Dat is wel een iets andere druk en wij gaan voor de promotie. Dat is wel een verschilletje natuurlijk. Maar goed, ik denk dat de promotie hier voor NEC ook nog wel een stuk belangrijker is dan in andere jaren. Ja, als je een kans krijgt om terug te keren op het hoogste niveau, moet je dat niet nalaten. Kijk, en we weten dat we in principe 3 rondes moeten spelen, maar dat je dat bewerkstelt. Maar goed, we moeten van ronde tot ronde bekijken. En thuis wordt een lastige klus, RKC. En ja, uiteraard ook. Maar goed, we zijn er klaar voor. Je hebt 3 wedstrijden op rij, volgens mij dezelfde basiself gehanteerd, omdat je won. Je speelt nu gelijk, is dat een reden om het aan te passen? Nee, totaal niet. Het heeft niks met de uitslag te maken. Op het moment dat goed presteren in het veld en je ziet wat terug, dingen terug die je door de week aan het trainen bent. Ja, dat is dat positief. Geef een stukje houvast richting je groep, een stukje vertrouwen. Dus er is geen reden tot wisselen. Vrijdagavond om 6:30 in de eigen Goffert in Nijmegen, NEC RKC.